In deze film ga ik het effect van fotograferen door een glazen bol namaken. En dat doe ik aan de hand van deze foto. En ik gebruik deze foto. En ik ga zeg maar een glazen bol tussen mijn eigen vingers leggen. En de reflectie in die bol, dat wordt deze foto. Allereerst ga ik de twee foto's combineren. Ik ga deze foto slepen op de andere foto. En dat doe ik gewoon door naar de laag te gaan, de muisknop ingedrukt te houden. En dan bovenin naar de andere foto te gaan. En hem dan los te laten bovenop de foto. En je ziet hem er dan bovenop komen. Je ziet ook goed dat uh, ja, de foto loopt een klein beetje scheef. Dat ga ik zo meteen even fixen. En als ik hem even netjes erbij zet. En ik zet hem uit. Dan zie je in de achtergrond, bijvoorbeeld de boompjes. Dat door het verschil in focus dat de afstanden niet helemaal kloppen. En de foto's zijn misschien net niet helemaal uitgelijnd. Ook al heb ik gebruik gemaakt van een statief. Ik heb eerst deze foto gemaakt, toen heb ik snel mijn hand weggehaald en weer een keer opnieuw afgedrukt. Maar dat kan Photoshop gelukkig helemaal automatisch corrigeren. En dat doe ik door beide lagen te selecteren. Momenteel is laag 1 geselecteerd, maar als ik de Ctrl ingedrukt hou en ik klik op achtergrond, dan heb ik twee lagen geselecteerd. En om deze dus keurig uit te lijnen, ga je naar Bewerken en dan kies je voor Lagen automatisch uitlijnen. Je krijgt dan een aantal opties en. Automatisch werkt 9 van de 10 keer gewoon goed. Ik klik op OKé OK en Photoshop gaat aan het rekenen. En dat gaat in dit geval eigenlijk best wel eventjes lang duren, vind ik. En ik heb ook een hele grote foto, 680 MB. En dat komt: dit zijn uh, de originele roopstanden uit mijn camera. Laat ik die eerst uh, gewoon even verkleinen. Nee, ik laat eerst even zien wat het resultaat is. Let even goed op de horizon. Zie je dat de bomen gewoon veel beter bij elkaar passen als net? Ze verschuiven niet meer het verschil wat ik had qua focusafstand en daardoor het andere perspectief is dus gewoon keurig opgelost. Je ziet nog steeds dat deze foto's kort na elkaar genomen zijn, bijvoorbeeld onderaan in de golven onder mijn duim. Ik ga de foto even een klein beetje verkleinen tot een uh, formaat wat gewoon acceptabel werkbaar is. Want twee lagen van 50 megapixel op elkaar, dat is wel een beetje aan de grote kant. Beide lagen zijn nog steeds geselecteerd. En ik ga met mijn verplaatsgereedschap gewoon bij een hoekje staan. Net zolang totdat het een boogje is. En als ik dan klik, dan kom ik in het transformatiegereedschap. En op die manier kan ik mijn horizon gewoon recht zetten. En ik klik bovenop het vinkje om het toe te passen. Nou, ze staan er nou ook gewoon allebei een heel stuk rechter. En vervolgens ga ik ze even netjes uitsnijden. Met het selectiekader. En dat doe ik met een vaste verhouding van 3 staat op 2. Want zo fotografeert mijn camera ook. Nou, en ik trek gewoon een kader. Zet even de bovenste laag uit om te kijken hoe het met mijn vingers uitkomt. Nou, wel goed. En ik klik bij afbeelding op uitsnijden. En dit is dus mijn basis waar ik aan ga werken. Hier moet dus een bol opkomen. En dat is op zich helemaal niet zo lastig. Ik ga een nieuwe laag aanmaken. En dat doe ik hieronder met het icoontje. Of je drukt op Ctrl, Shift en N. En je ziet dat er gewoon een nieuwe laag bij komt. Op deze nieuwe laag ga ik mijn bol maken. En dat doe ik allereerst door gewoon een cirkel te maken. En dat vind je weer hier bij het selectiekader. Maar dan moet je hem even ingedrukt houden. En dan krijg je een ovaal selectiekader. De vaste verhoudingen boven moet ik even afvinken. En je kunt nu gewoon een cirkel trekken. En dit doe je uit de vrije hand. En je ziet, dit gaat eigenlijk net niet lekker. Dit is een beetje ellipsvormig. Maar om nu een perfecte cirkel te maken, hou je gewoon de shift ingedrukt. En dan krijg je dus een mooie cirkel. En je laat hem los wanneer het ongeveer even uh, groot is als het gat tussen mijn vingers. Dit ga ik vullen met wit. En wit is in dit geval mijn voorgrondkleur. Is dat bij jou niet het geval? Druk op de D. Dan resetten de kleuren zich en wordt wit in dit geval je achtergrondkleur. Met de X kun je ze omwisselen. Stel dat het je achtergrondkleur blijft, dan druk je op Ctrl Backspace om je selectie, je cirkel te vullen met wit. En is wit je voorgrondkleur, dan druk je op Alt Backspace. En je drukt vervolgens op Ctrl D om de selectie op te heffen. Nu ga ik deze cirkel een klein beetje passend maken in mijn vingers. En dat doe ik door de Ctrl T in te drukken. En dan kom ik op het transformatiegereedschap. En ga ik nu aan een hoekje trekken. Dan kan ik dit gewoon weer eh, vervormen tot wat mij goed lijkt. Maar je wil je bol natuurlijk keurig recht houden. Dus je houdt wederom de shift toets ingedrukt. En je ziet, het wordt allemaal een cirkel. Eventueel kun je nog met de alt ingedrukt houden. En het wieltje op de muis nog wat inzoomen of uitzoomen. En met de spatiebalk ingedrukt kun je verplaatsen. En je zet hem gewoon even netjes tussen je vingers. Nu heb ik een bol die zit tussen mijn vingers. Maar een glazen bol, ja, dat ziet er natuurlijk anders uit dan dit. Ga ik allemaal fixen, gaat even duren, blijf gewoon lekker opletten. Allereerst ga ik de randen een heel klein beetje verzachten. En om daar later wat meer controle op te houden ga ik er eerst een slim object van maken. En dat doe ik door er met rechts op te klikken en dan te kiezen voor omzetten in slim object. En zie bij de laag, er komt een klein icoontje bij. Nu zijn alle bewerkingen die ik op deze bol ga doen, dus later ook weer gewoon te corrigeren. En allereerst ga ik dus even dat zachte randje aanbrengen. En dat doe ik bij Vervagen, Gaussiaans Vervagen. En de straal die je hier kiest is natuurlijk afhankelijk van je foto. Zit je te hoog, dan krijg je een effect als dit. Zit je debiel te hoog, dan uh, zie je hem eigenlijk gewoon helemaal niet. Maar we willen eigenlijk gewoon net even dat harde randje eraf halen. En ik kies voor een straal van 1,7. Je ziet op mijn laag dat er een uh, slim filter bij komt met Gaussiaans vervagen. En dubbel klik ik daar nou op, dan kan ik dus gewoon terug naar het filter Gaussiaans vervagen en heeft dat weer gewoon effect. Ik kan het gewoon resetten. Zet je nou niet om naar een slim object en ga je meteen naar Gaussiaans vervagen, ik ben later niet helemaal happy over deze vervaging. Ja, dan heb je gewoon pech, kun je gewoon simpelweg opnieuw beginnen. De bedoeling is dus dat we de boot hier in de achtergrond in gaan passen in die cirkel. En om te beginnen ga ik hem er dus gewoon boven slepen. Ik ga naar de laag, ik klik erop en ik trek hem gewoon naar boven. Nou, vervolgens druk ik op mijn verplaatsgereedschap. En ik trek de hoekjes gewoon naar beneden. Totdat ze op het randje van het bolletje kleven. Dat de verhoudingen niet meer goed zijn, maak je daar totaal geen zorgen over. Dat valt dadelijk eigenlijk gewoon helemaal niet meer op. En als hij dus gewoon helemaal op de randen staat. Ik zal hem een klein beetje transparanter maken. Dan zie je dat dat gewoon klopt. Dan druk je hierboven op het vinkje of je drukt op enter. En dat klopt. Alleen deze foto is vierkant. En een bol is rond inderdaad goed geraden. Nou, we kunnen heel simpel deze foto koppelen aan de bol. En dat doen we met een uitknipmasker. En dat vind je op de laag met de rechtermuisknop. En dan uitknipmasker maken. En je ziet. Hij wordt gewoon toegepast op mijn bol. Mijn bol wordt zeg maar het canvas waar de foto op komt te liggen. En waar geen bol is, waar geen canvas is, daar valt de foto eigenlijk weg. Nou, je ziet dat we nu eigenlijk al gewoon een aardig eind zijn. Alleen de reflectie in de bol klopt natuurlijk niet. De boot staat gewoon rechtop en vaart dezelfde kant op als in uh, de achterliggende laag. Dus dat gaan we gewoon even omkeren. Nou, ik heb uh, de laag nog geselecteerd. Maar met ctrl-t ga ik weer terug naar het transformatiegereedschap. En door er met rechts op te klikken, kies ik voor horizontaal omdraaien. En ik kies voor verticaal omdraaien. En nu klopt dat gewoon al een stukje beter. Echter wil ik hier natuurlijk ook gewoon die bolvorming in. En dat ga ik doen met het gereedschap uitvloeien. Dus ook hier maak ik een slim object van. Met rechts erop klikken en kiezen voor omzetten in slim object. En ik ga een bolvormig maken met het filter uitvloeien. Je hebt natuurlijk ook gewoon bij vervormen uh, het bol-effect. Maar als ik dat selecteer, dan zie je dat dat eigenlijk gewoon uh, niet zo fraai is. We willen echt een mooie bol, dus met Ctrl Z maak ik dat even ongedaan. En ik ga dus naar het filter uitvloeien. En de optie die je hier moet hebben, dat is zwellen. En dat zit ook eventueel onder de sneltoets B. De grootte van je penseel die hou je ongeveer even groot als je foto. Eventueel kun je met de haakjes uh, nog groter of kleiner maken, of dat kan ook gewoon hierboven. En je gaat gewoon lekker op het midden van je foto staan en je houdt de muisknop verschillende keren ingedrukt en je ziet wat het effect wordt. In het midden zwelt mijn boot op en aan de randen blijft hij dus wat kleiner. Je ziet het bijvoorbeeld goed in het water dat dat een mooie boog wordt. En je drukt op oké. Okay. En als je nou denkt van hé hey, dit is het niet helemaal, je dubbelklikt op het filter en je doet het gewoon opnieuw. Oké, okay, nu heb ik al wat meer bolvorming. Alleen aan de randen is het nog niet helemaal goed. Wat heb je normaal gesproken bij een glazen bol? Daar komt eigenlijk een klein beetje de achtergrond door in de randen. En er zit natuurlijk wat schaduw in, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst ga ik dus een beetje die achtergrond doordrukken. Ik maak wederom een nieuwe laag aan. Dat kan ook met Ctrl-Shift-N of je kunt hieronder klikken. En ik ga dus gewoon in de bol verven. Ik pak mijn kwast, dat doe ik met de sneltoets B. En ik maak hem ietsjes kleiner. En wat wil ik dus? Ik wil dus eigenlijk iedere keer dit stukje achtergrond in uh, de rand van de bol verwerken. En daar moet ik dus de juiste kleur voor selecteren. Nou, dat doe ik door simpel gezegd de alt ingedrukt te houden. Dan wordt je cursor een pipetje. Kun je even klikken. En je ziet dat mijn voorgrondkleur keurig blauw wordt. En ik ga gewoon een beetje in de rand schilderen. Ik heb de dekking van de kwast niet zo hoog staan. Zou je hem op 100 zetten, dan zie je dat je gewoon vrij rigoureus erheen verft. En dat is niet de bedoeling. Ik maak even alles ongedaan en ik ga gewoon voor een dekking van 10%. Dat doe ik trouwens met de toetsen 1 tot en met 0. 1 is 10% en 0 is 100%. En iedere keer pak ik zo'n stukje kleur en dat verf ik gewoon een klein beetje in de rand. Dus even de alt ingedrukt houden om een kleur te selecteren en vervolgens verf ik dat keurig onder rand van mijn bol heen. Als je nou goed hebt opgelet, dan heb je dus gezien... dat ik dus gewoon keurig uh, in de rand van de bol heb geverfd... maar dat uh, mijn kleur er eigenlijk ook gewoon buiten kwam. Zeker als ik de laag uitzet, dan zie je wat het effect daar is. Je ziet ook gewoon dat het buiten de bol ook is geverfd. Maar dat kan ik dus ook gewoon heel simpel oplossen met dat uitknipmasker. Ik hou er altijd ingedrukt, ga onder de laag staan, mijn cursor verandert... en als ik nou klik, dan wordt het nog steeds toegepast op uh, die bol. Want hoewel er nog een laag tussen staat... Die laag is gekoppeld aan mijn bol. En alle bovenliggende lagen die ook gekoppeld worden, wat ook een uitknipmasker krijgt, gaat naar de moederlaag zeg maar. En dat is in dit geval dus mijn bol. Ik maak nog een nieuwe laag aan. En ik zorg dat mijn kleuren gewoon mooi zwart en wit zijn. Ik pak een lekkere grote kwast. En ik ga hier gewoon een klein beetje in de onderrand met de rand van de borstel het een klein beetje donkerder maken. En je ziet, heel mijn hand wordt donkerder. En ik ga het hierboven een klein beetje lichter maken. En ook de lucht wordt veel te licht. Maar door dat uitknipmasker wordt dat gewoon toegepast op mijn bol. Is het effect iets te rigoureus, kun je de dekking gewoon nog een klein beetje veranderen. En ik wil ook nog gewoon hieronder een wat lichter gebied. En ook die koppel ik met een uitknipmasker. En ik heb zoal gewoon veel meer een bol-idee. Wil ik daar ook nog een hele leuke reflectie in maken, gaat ook vrij gemakkelijk. Nieuwe laag gaan maken. Vullen met grijs, dat doe je met de sneltoets Shift F5. En dan heb je uh, verschillende opties bij de inhoud. Maar je kiest in dit geval voor 50% grijs. En waarom doe je dat? Nou, 50% grijs dat heeft uh, het voordeel als je de modus op bedekken zou zetten. Dan valt het namelijk helemaal weg. Maar we gaan hier dus gewoon een leuke reflectie op maken. En dat doe je bij filter. En dan rendering en kiezen voor zon. En dan krijg je uh, in dit geval verschillende opties. Je kunt daar met je slider uh, wat dingetjes in variëren. Ik hou het gewoon lekker een klein beetje klein. Eventueel kun je ook nog een ander brandpunt uitkiezen. Dan krijg je gewoon een iets andere reflectie. Ik heb in dit geval een 24 mm gebruikt. Uh, en toch ga ik voor de reflectie van 105 mm, want die vind ik gewoon fraaier. Dan krijg ik deze reflectie. En wat is dus de bedoeling? Nou, de bedoeling is dat de reflectie overblijft, maar dat gewoon de rest van de laag dadelijk wegvalt. Het 50% grijs laat ik verdwijnen door de dekking van normaal op bedekken te zetten. En je ziet, mijn flair blijft overeind, mijn, mijn zon blijft overeind, maar in ieder geval het 50% grijs dat valt weg. Ik zet de dekking nog even terug op normaal, want ik moet dit natuurlijk ook gewoon inpassen in mijn bol en niet over de rest van de foto. Dus ik ga naar het verplaatsgereedschap en dat doe ik door middel van sneltoets V. Je kunt ook hierboven klikken. En je krijgt er weer de hoekjes omheen. Nou, nu is het even zaak dat je daar geen vierkantje van maakt. Want als ik dat hier bijvoorbeeld in de onderhoek doe, dan zie je dat mijn reflectie gewoon ovaal wordt. En dat is niet de bedoeling. Maar als ik shift ingedrukt hou, dan blijven de verhoudingen behouden. En ik zet hem boven en onder gewoon even gelijk met de bol. En ik zet de laagmodus dus op bedekken. Nou, je ziet dat mijn reflectie er doorheen komt. Eventueel kun je hem nog gewoon een klein beetje verschuiven. Of de dekking wat verzachten. En om nou te zorgen dat er eigenlijk geen reflecties buiten je bol zijn, maak je weer een uitknipmasker. Alt ingedrukt houden, tussen de lagen gaan staan. En als je cursor verandert, gewoon even klikken. En zo eenvoudig is het dus om een effect van een glazen bol na te maken, terwijl je eigenlijk gewoon helemaal geen glazen bol hebt gekocht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!